Deze nieuwsuitzending is zomaar een niemendalletje. Ik ga het hebben over schaken en dan de leuke kant. Um, onder deze uitzending staan een aantal linkjes. Heel veel zijn heel serieus. En er staan er ook twee en die hebben betrekking op schaken. Die ene die brengt je naar het kanaal van Mato Jelic. Dat is een, uh, iemand die komt uit voormalig Joegoslavië. En die woont nou in Australië. En doet dan uh, heel veel schaakfilmpjes erop zetten. Erg leuk. Ik vind hem zonder meer de aller aller allerleukste. Als je dat één keer hebt gezien van Mato. Hè? Zo hoe hij het doet. En dan kijk je naar die andere. Hou ah, op man. Ja, bedoel, Mato Jellies maakt ook af en toe een grapje. Maar niet de hele tijd. <laughs> en het is lekker duidelijk waar hij het over heeft. Ik zat net te kijken naar uh, Kasparov, Garry Kasparov tegen Anand, Vichy Anand. Dat was een blitzpartij. En dan ziet Garry Kasparov iets over het hoofd. En dan zie je alleen maar het hoofd van Garry Kasparov, maar niet het bord, het schaakbord. Ja. Yeah. En dan moet ik maar weten waarom Gary Kasparov helemaal gaat zuchten. Oh, oh, wat erg. Oh, oh, oh. En dan worden er nog een paar setten gezet en dan zie ik het bord weer in beeld. Ja, dan is het, het leed al geschiet. En ik weet daar niet wat ervan. Daarvoor, uh, echt, zo onverzorgd. Nou, bij Mateljelic heb je daar geen last van. Zie je ook niet het hoofd van Mateljelic? Je ziet het hele bord in beeld. Lekker duidelijk. En Matageli, ze zegt voor de rest alles heel netjes. Dit is de Siciliaanse dinges. Dit is de, de, de Dutch defense. Ik speel altijd Siciliaans. Als er een tegenstander E2, E4 doet, dan ga ik Siciliaans. En doet mijn tegenstander D2, D4. Dat is het damepion. Dan uh, speel ik uh, C7, C5. Dat is uh, Dutch defense. Dus ja, hetzelfde als uh, Siciliaans, maar dan spiegelbeeld. Maar het is ook wel anders, want je, je koning en je koningin staan dus verkeerd om. Of verkeerd om, ze staan andersom. Voor de rest is het hetzelfde. Klein verschilletje. <laughs> ja, groot verschil natuurlijk. Maar... Hey Mato Jellies, weer, uh, uren naar kijken. Hij uh, van die lekkere korte filmpjes, 10 minuten zo. En dat is all. I hope you enjoy your chess. And bye for now. Zo eindigt hij altijd. En we altijd met. Hi, this is Mato. Today I will show you a very important game. Played in Vienna. Where is Vienna? Wel, Vienna is de capital of. wat is het ook weer? Zwitserland. Nee, uh, oh, natuurlijk niet. Nee, uh, Oostenrijk natuurlijk. Austria. Ja, dat is heel leuk. Jelly's is supercool. Heel geinig. Daar leer je veel van. Vind ik nog, hè? Oh, lekker puzzelen en kijken naar nou hoe die, uh, ja, die grandmasters het allemaal doen. Die grote bozo's. Ja, en die halen geintjes uit, man. Zo net knetter. Er zitten erbij en die zijn zo ontzettend goed in het schaken, dat het, dat, daar leer je niks van. Die zijn er dus zo goed. Het, ja, die hadden de meeste uh, ongelooflijke moves. Dan uh. zag je mond helemaal... Uh, wat doet die nou? Michael Tal, dat is er zo een. Oh, 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 oh. Michael Tal die houdt ervan om uh, stukken te offeren. De, de, de tegenstander heeft een hele mooie stelling. rots rotsvast. Weet je. En dan denkt Michael: Nou ja, welk stuk heb ik toch niks aan? Nou, dat paard bijvoorbeeld heb ik toch niks aan. Heb ik hé, hey, paard erin. Knal. Nou, 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 dan moet die ander gaan terugslaan natuurlijk. Ja, dan is die stelling kapot. En, en dan komt meneer Tal eraan. Toepen de boepen aanvullen. Had hij zo'n potje en, en hij uh, knalt het ene stuk er tegenaan. En uh, boets, is je, is je dus wel een stuk kwijt, hè? En die andere, die tegenstander. <takter> en die moet dan de boel weer bij elkaar zien te breien. En een Tal map er nog een stuk tegenaan. Oh, twee uh, minor pieces, zijn dat dan? Zo'n dus paard en, en, en een loper of zo. Knal weg ermee. En die tegenstander, die blijft overeind staan. En dan zie je dus dat die arme meneer Tal, Michael Tal, dat had hij, uh, ja, die is dan twee van die minor pieces is die kwijt. En voor de rest is er niks, hè? En dan komt die tegenstander, uh, oké, okay, nu ga ik even aanvallen. En die doet een paar gemene moves, man. En dan staat Tal zo goed als verloren. Ja, een gewone sterveling, die had het opgegeven. En meneer Tal, die zit nog wel rustig zo. Die zit even te rekenen. Ik denk, oké, okay, dan heb ik dus. Uh, ik sta aan mat in drie zetten. Nou, dan heb ik nog twee zetten. Nou, wat zou ik in twee zetten kunnen doen? En dan vindt hij het. <laughs> die is heel mafs. Ik heb die partij al twee, drie keer gezien. En toen is de koningin helemaal naar links. Dat je denkt, wat is dat nou? Zijn koningin was bezig om de boel bij de koning te verdedigen. Maar die verdediging geeft hij op. Huppakee, koningin helemaal naar links. Laat die andere maar komen. Ga maar aanvallen. Nou, die andere die, die doet dus een aanvalsmove. En dan hupp, gaat die koningin van Tal die gaat naar de andere kant van het bord. En dan heeft hij een heel lullig schaakje. Dat ziet er nog niet eens ernstig uit. En dan komt er nog een schaakje. En dat is een schaakje, matje. Klaar. Een <laughs> out of thin air. Nou, dat, is maar, maar dat kan je zelf niet verzinnen. Dat is zo'n niveau. En vandaag kreeg ik uh, een mededeling van Li Chess, want dat is die andere link die er staat. Li Chess betekent light of live of uh, light, live, dit li dinges. Dus niet de Li, wat ik altijd dacht, want Li betekent namelijk Chinees voor de weg. Dat leek me wel echt wel een, ik uh, huh? vond het een goeie. Ik dacht dat het dus uh, de weg van het schaken betekende, maar ja, dat is dus niet zo. Het betekent light chess. Het is geschreven in uh, Scala, een of andere intuïtieve uh, programming language. Ik zou niet weten wat het is. Maar daar hebben ze het in geschreven. Nou, leuk. En dan kreeg ik vandaag van Scala. <laughs> van lead Chess... Uh, kreeg ik uh, een refund. Dat is een uh, terugboeking. Ik was punten kwijtgeraakt, want op liches speel je om punten. Het is gratis, maar je speelt om punten. Ik kreeg tien punten terug. Een refund. En ik denk oh. Maar dat is leuk. En die stonden er inderdaad bij. Ik denk, oh, wow, dat is Andy. Dat is fijn, man. Ik dacht van waarom? Dus ik uh, kan je even zoeken. Liedjes en dan spatie refund. Van why? Of zo. En toen Bats. Ja. Betekent, het was zo dat iemand had uh, de boel bedrogen. Er was een cheater bezig geweest. Ik had gespeeld tegen een cheater. En die worden gedetecteerd door Lichas. Nou, dan kreeg ik weer even les hoe die software in elkaar zit. Namelijk ongelooflijk slim. En ze vertelden er ook bij, hebben ze zo'n frequently asked questions. Hè? Maar, ja, maar hoe doet de liedjes dan uh, bepalen of iemand al van het vals spelen is? Nou, staat dat heel netjes, dat vertellen wij niet. Want als we dat gaan verklappen, dan, uh, ja. dan gaan mensen daar weer van leren. Dan gaan ze weer andere trucjes aanleren. En, en vervolgens wordt het nog moeilijker voor ons om die luid te pakken te krijgen. Dus dat zeggen we niet. Maar ze zeiden er wel bij: uh, de computer die geeft een aanwijzing. En vervolgens worden die mensen in de gaten gehouden. En die worden door moderators bekeken, dus door mensen. En dan wordt er besloten dus door de raad. dat iemand gebruik maakt van een, dat heet een engine. van een schaakprogramma. En dat hoort niet. Ah, het is mens tegen mens op die Chess. Hè. Het is een op de computer, met de computer. En de computer die helpt ook. in die zin dat als de wedstrijd voorbij is. dan kan je een computeranalyse vragen. En die zijn heel erg zinvol om je eigen fouten daarvan, uh, ja, om daarvan, te leren. Heb je verloren? Ook al, al heb je verloren, al heb je gewonnen, maakt niet uit. In beide gevallen is het zinvol om te kijken hoe het uh, spelverloop was. Want misschien heb je gewonnen bij mazzel. Dat kan ook nog. Dat een ander een voor de hand liggende set niet heeft gezien en daardoor heb je gewonnen. Ja, dan wil je wel even weten wat jij over het hoofd hebt gezien. Nou, ja, dat geldt dus hè. in alle gevallen. Dat is wel leuk. Maar het is niet de bedoeling dat je de computer gebruikt achter de schermen en dan zegt uh, Paard B6. Want je computer heeft dat uitgerekend. Dat mag niet. En daar komen ze achter. Grappig hè. En dan word je dagenlang gevolgd, net als bij uh, Detective Columbo. Of Inspector Columbo. Perrie het vogelbekdier, zullen we zeggen. Agent P. En dan word je aangepakt. En alle mensen die, zeg maar, de laatste dertig partijen die je gespeeld hebt in de laatste drie dagen... Er zitten twee begrenzingen op, dus een partij het mag niet langer dan drie dagen geleden zijn. En het moet behoren tot een groep van dertig partijen die iemand gespeeld heeft. Dat is best veel hoor, tien pakjes op een dag. Maar dat haal ik wel eens, als ik echt veel zin heb. En die mensen die krijgen een refund, als ze dus, ja, die hebben dus allemaal verloren. Ja, tegen een machine, dan wint je echt geen hond. Hè. Kasparov heeft nog een keer gewonnen. Van Deep Blue of zo. Maar, maar toen is het afgelopen. Nou, niemand speelt meer tegen Stockfish. Dat, dat doen mensen niet. Of Houdini. Of zo. Je hebt er nog meer hoor. Van die uh, verschrikkelijk goede schaakprogramma's. Kortom, ik kreeg mijn 10 punten terug. Ik had er waarschijnlijk 11 of 12 verloren. En dan krijg je de 10 terug. Nou, ja, dat vond ik ook wel leuk. Toen ben ik wat door gaan schaken. En toen heb ik me toch een partijtje goed geschaakt, man. Ik zat bijna tegen de 1500 punten aan. En dat is ja, dus voor mijn doen is dat behoorlijk hoog. Je krijgt als je op lichaams begint, krijg je 1500 punten. En dan knal je. Ja, ik knalde dus gelijk helemaal omlaag. Dan heb ik een hele tijd in de ronde gebengeld op 1300 punten. Zeg heel langzaam omhoog. En toen brak ik door bij de 1400. Yeah. Toen ben ik gestegen tot 1465. En toen had ik eventjes weer een dipje. En dan is het verliezen op verliezen op verliezen. En dan zak, zak, zak. En iedere keer denk ik, zak. En dan heb ik dan tegen mezelf, hè. En zak hooi. Zulke stomme blunders, man. Maar niet opgeven, doorzetten. Hè? En nu sta ik op, uh, wat zijn ik nou? 14. 1486 of zo. Ja, ah, dat is een hoogtepunt. Van mij dus, hè. Ja. 1486. Vandaag heb ik elf potjes gespeeld, zeven gewonnen en vier verloren. een heel leuk. Ik werd nog uitgedaagd door een jongen uit Kenia. Dat heet hij ongeveer. Al, al. Die moeilijke namen hebben ze allemaal. Hè? M Mwania. Dus M-W-A-N-I-A. En hij heeft zijn profiel ingevuld. Dus daar kan je zien dat hij uit Kenia komt. Zo leuk. En vandaag had hij mij uitgedaagd. En op een of andere manier werd dat een. Uh, een, een correspondence partij. Dus heb je geen tijdlimiet. Correspondentieschaak. Dus, ik weet verder niet hoe dat werkt. Wel. En ik heb twee keer. Al, ik had al twee keer tegen hem gespeeld. En dit was de derde keer. En hij zei: van. Uh, Do you remember me? Ik zeg: Ja. Jij bent die gozer uit Kenia. Ja, in het Engels dan hè. Jee. You won two times. Ja. Yeah. Zei, maar misschien wil je, win je nou wel. En dan heeft hij gewonnen. Ik maakte echt een epic blunder. Oh, wat een ongelooflijke stupid move. En dan vroeg hij aan mij hoe oud ik was. Nou, en hij uh, had niks gezegd. En hij was dan uh, bijna twintig. <laughs> en zei hij zei nog: Als ik zo oud ben als jij. Dan wil ik ook zo, een, uh, zo goed kunnen schaken zoals jij. Ja, dat vond ik wel aardig dat hij dat zei. Zo'n gozer uit Kenia. Zou wel een zwarte neus hebben, denk ik. Een zwarte oren. Maar hij kan uh, lekker potjes schaken. Hij heeft vandaag die van mij gewonnen. Ja. lekker fanatiek bezig. Hij ja. was ook een fan vandaag. Die pakte gelijk mijn... Uh, mijn F7-pion, als de pion die staat schuin voor de koning. het uh, enige wat je als de pion die wordt alleen maar verdedigd door de koning. En hij pakt die pion met zijn loper. Dat is uh, niet gebruikelijk hoor. Maar dat wil ik veel. Het uh, GHB op of zo. Uh, hij heeft 1499 punten, dus het is geen bozo. Wat was shock and awe wat idee. Dan moest ik dus met mijn koning naar voren toe om dat stuk terug te pakken. Nou, dan heb ik mooi een loper in mijn pocket. En toen de rest dus. De koning in De knal, knal. Bang, bang. Zo. Dat is echt een uh, full frontal nudity attack. Full spectrum dominance. Ik hield mijn cool. Gewoon keep cool. Heel rustig move. En we gewoon vastgeklampt aan het feit. Van, nou, ik heb die lopen te pakken. Dus hij kan in de te gaan dansen als Cassius Klee. Hij, hij bekijkt het morgen. Heel rustig gewoon blijven ontwikkelen. En zijn koningin. Nou, hij kwam zijn koningin erbuiten. Die moet je gelijk gaan pesten. Hij zette zijn koningin ergens neer en dan kon ik mijn paard naar buiten brengen. en dan gelijk even die koningin aanvallen. Ja, dan moet hij, ik breng mijn paard naar buiten en hij kan niets anders doen dan zijn koningin een stapje opzij zetten. Nou, toen gooide ik mijn loper eruit, weer hetzelfde verhaal. Dus mijn loper gaat eruit, valt zijn koningin aan. Ja, dan moet hij weer opzij met zijn koningin. En zo had ik een enorm goede ontwikkeling. En zijn pionstructuur die leek helemaal nergens op. En toen vond ik het tijd voor mijn eigen aanval. Zo, dat heb ik hem afgemaakt. 12 punten opgewonnen. Toch? Kijk, wat is die andere? Nee, 10 punten opgewonnen. Wel stom dat die, die Robof, waar ik nu 10 punten van gewonnen heb, dat hij niet netjes heeft opgegeven. Hij is weggegaan, hè? dat moet je niet doen. daar ja. hou ik je mee op hoor. En dan sluiten ze in het window. Maar ja, dat moet je niet doen. Je moet netjes op uh, resign moet je drukken. Als je de hele tijd zomaar weglaat bij een stelling, bij een potje, dan krijg je een tijdelijke ban. En ook uh, die mensen die dan cheaten, uh, waarom doe je het? Je, je wordt er niet rijker van. Het enige wat je krijgt, dat zijn punten. En ja, die punten kan je niet verkopen. Dat is, geen, dat is geen geld waard. Dus waarom zou je dan cheaten? Dat is toch iets van de menselijke geest wat ik niet helemaal begrijp, hoor. Ja. Jullie misschien wel, ik weet het niet. Ik weet wel dat schaken hartstikke leuk is en... Ja, ik zou zeggen, ga het ook doen en, en daag me uit, want dat kan op liedjes. Ik heet op liedjes uh, Perry Winkel, maar dan zonder spatie. <laughs> dus Perry en één stuk doorgeschreven. Want er mag geen spatie in je nickname staan, of in je avatarname of zo. Maar Perry Winkel, dan kan je zo challenge. Uh, het is een soort Facebook ook. Je kan vrienden worden en volgen en. Ik heb al 13 volgers hoor. Wat ga je eruit Ja, 13 volgers. En ja, hoeveel mensen volg ik? Ja, Er ja, staat hier niet bij. Ik heb in totaal uh, 20 dagen en 9 uur geschaakt. <laughs> Dat is dan wel weer erg. Maar ja, dat is dan wel uh, sinds uh, drie jaar. Ja. Dus, dus uh, per jaar dan, uh, zeg maar, zeven dagen geschaakt. Dus, uh, per maand is dat dan, uh, of dan per, is dat dan per dag? Ja, het is, ja, het is wel verslavend, natuurlijk. Hè. Rekenmachientje. Even kijken hoor. Dus, uh, twintig dagen. 27 keer 24, dat is zoveel. 480 uur en dan plus 9 uur, staat er ook nog bij. 489 uur gedeeld door 365, gedeeld door 3. Hm? Klopt het nou? Ja, drie kwartier per dag. Ja, precies. Drie kwartier per dag, gemiddeld. Nou, dat, uh, dat moet kunnen, vind ik hoor. En daar leer je het wel van. Dus uh, dat is goed voor je brein, man. Ga gaat zelf ook doen. Liches, hartstikke gratis. E-mailadresje, klaar. Een uh, super simpel interface. Uh, er zit dus een goede controle op. Uh, als je iemand zit te cheaten, die wordt gesnapt en dan krijg je je punten terug. Dus nou, dat is ook wel heel aardig. En hoe het allemaal met puntentelling loopt, dus, dus er staat allemaal netjes op het web. Kun je hem zo vinden. Je kunt mensen uitnodigen en er zit een hele trainingsectie in. Dus, uh, Die heb ik hier voor het laatst gedaan. Oh, gisteren. Ja, dat heeft me vier punten gekost. Ik heb twee puzzels opgelost. En drie puzzels. Uh, niet goed gedaan. Maar ja, dat gaat ook langzaam vooruit. Er zit ook 1570 punten. En ik zou je adviseren om uh, een klassiek te spelen. Dat heet Classical. Heb je 15 minuten per partij als basis. En per set krijg je er 15 seconden bij. Dan heb je een beetje de tijd om na te denken. Terwijl er toch een tijdgrens op zit. Dus het, je kan ook wel langere dingen afspreken, dan kan je nog meer nadenken. Bij 15 plus 15 heb ik genoeg tijd. Meestal heb ik verloren als ik dan verlies of ik heb gewonnen voordat de tijd op is. dan kan je ook nog van die blitzpartijtjes doen. En rap it. En dat is ook wel cool. Maar de laatste tijd doe ik die niet meer. Ik ben bezig met classic. Classical. Nou. Ik hoop dat ik jullie gemotiveerd heb om ook een potje te gaan schaken. En misschien kom ik jullie dan wel tegen op liedjes. Eh? Of jullie mij. Want ik weet ook niet hoe jullie heten. En ik heet Perry Winkel. Nou, op zijn hamburg zeg ik tjus. En dag liefheids.